Kunt u kort even toelichten wat de integratieweken precies inhouden? In de integratieweken hebben we geprobeerd om met de studenten van het eerste jaar geneeskunde alle kennis en vaardigheden en competenties die ze in dat eerste jaar al geleerd hebben, die aan bod zijn gekomen, om die te integreren. En we hebben dat gebundeld in 2 weken waarbij we aan de studenten creatieve opdrachten voorgelegd hebben. Ze hebben in groep moeten werken en in de eerste week was die groep belangrijk. Moesten ze een filmpje maken en een poster maken. En in de tweede week hebben ze dan eigenlijk de opdrachten die de verschillende groepen gemaakt hebben, terug meegenomen en die individueel gaan uitwerken in een presentatie. Zo worden titels gedaan, maar dan zijn er ook een casus aan beschrijven. Dan is dit klein, hè? We kunnen ineens door te gaan. Daar stond dat dan bij, toch bij. Dat hebben we zojuist gezegd, van dat daardoor die minder een elastraat. Ja, ik bedoel, dat zijn niet direct specifieke vragen, maar ik dacht dat dat toch wel eens. Over de vorm, ja, ga ik u nog wel laten discussiëren. Ja, dan gaan we in deze gaan we doen. Ja, uiteindelijk is het echt wel een goed initiatief, want uiteindelijk heb je nu wel alle vakken en zo gehad, en, ja, maar je blijft wel bij je vak. Dus dan nu zit je gedwongen om zo echt van te gaan zoeken van ah, dat hoort bij dat, maar eigenlijk kun je dat ook linken aan dat vak en kun je zo. En is het wel, het is handig om gewoon alles ook een beetje te herhalen en een beetje in verband te brengen met elkaar. Wat we nu gezien hebben bij deze studenten, dat tart zelfs onze verbeelding. Het is de eerste keer dat we dit gedaan hebben. En wat hebben we nu gezien? Die studenten zijn nu in staat om de kennis die ze in het eerste jaar hebben opgedaan, volledig te integreren en echt verder te vertalen naar... Het zijn bijna echt klinici geworden. Ik zat gisteren in een van hun sessies waar ze een groepswerk aan het bespreken waren. Wel, ik zat precies in een klinische stafvergadering op een ziekenhuis. Ze spelen met de termen, ze integreren echt alle kennis die ze hebben gehad in het eerste jaar. En ik denk dat ze zelf ook heel tevreden zijn dat ze nu zo ver staan na 1 jaar studeren. Ze zijn echt goed op weg om arts te worden al. En sindsdien is hij aan de drank geraakt, is hij heel erg vereenzaamd, is hij ook zijn week kwijtgespeeld. Ja, in het ziekenhuis bij de sociale dienst terecht. En daar liet hij wel ontvallen dat hij eigenlijk wel gemotiveerd was om te stoppen in te leren. En nu is eigenlijk een beetje de vraag van hoe groot is zijn kans om inderdaad ook te stoppen als je kijkt naar zijn lichamelijke klachten en naar zijn persoonlijkheid. Past het volledig in dat melancholisch model hier, Ronald? Er zijn altijd wel eigenschappen die bij andere dingen voorkomen, maar ook nog bij persoonlijk. Welke opdracht is je het meest bijgebleven? Vooral de groepsopdracht dat wij zo die poster moeten maken, dat vond ik heel leuk. Want dat is toch zoiets heel nieuws, ja, zo'n poster als op een congres, op een medisch congres, dat is, van, ja, dat is toch al een hoger niveau. Maar ook vooral grappig was dat het filmpje. Wij moesten maken, we moesten zo'n filmpje maken over een bodybuilder en oefeningen uitleggen om spieren te oefenen. En ja, dat is natuurlijk heel grappig en het gaat maar van die zotte ideeën. En dan hebben we alle filmpjes bekeken van een andere groep en dat was echt, ja, echt grappig. Dus dat was wel heel leuk. Is er 1 opdracht in het bijzonder die u is bijgebleven van de studenten? Zeker de filmpjes die ze hebben moeten maken. Dus dat was echt heel erg leuk en met heel veel humor gedaan en heel goed gemonteerd. Heel professioneel filmpjes zijn het geworden. We'll be right back.
touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.